Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik kan nu niet te luid praten, omhoog, want het is na 12 uur s'nachts. Ik kon even niet slapen. Ik heb dan zitten te kijken welke game dat ik nog eens kan gaan livestreamen. En ik heb weer al een geweldige game gevonden. Het is een storyline game. Waar ik ook jullie in mee kan betrekken en al. En dan ga je dat is gewoon leuk. Heel leuk. En hoe die game heet, kan ik u zo meteen vertellen. Singleplayer klaar om te spelen. Het was een heel leuk spel. Ja, als ik hem terugvind. Ja, ik heb hem. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ik heb die nu 20 minuutjes gespeeld. En ik vind, ja, dat kan ook bij Psycho TV terechtkomen. Dus heel leuk. Nu ga ik slapen. Ik ga nu ook mijn computer afsluiten. Mijn vlog is geüpload met een knip erin. Sorry. In het begin is er een stukje wat copyrighted was. Die heb ik dan eruit laten knippen door YouTube. Allee. Ik zie jullie allemaal later terug. Tot straks allemaal voor de volgende fragment. Maar nu ga ik nog slapen. En voor jullie is dat zo klik. En jullie zijn al op het volgende fragment. En ik moet nog slapen gaan. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ah ja, by the way. Vergeet niet op het abonneerknop te drukken. Hè. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Hè. Dus zo gelijk The Awesome Adventures of Captain's Parrot. Die er zit aan te komen. Zijn daar ook DLC's daarvan? Oei, dat is ook leeftijdsgebonden, zie ik dat spel. Het is een heel mooi spel. Even kijken, zijn daar DLC's van? De complete session en... Oké. Ah, dus als ik de volledige seizoen wil hebben, dan is het €33,95 dat ik nodig heb. Ah nee, toch niet. €31,96. En dan heb ik sowieso de Life is a Storage 2 Complete Session. Die wil ik dan voor jullie echt ook gaan spelen, noem maar op. Ik heb daar de 5 episodes van en die wil ik echt gaan spelen voor jullie. Al die 5 episodes, maar het kost mij een klein beetje geld, €31,96. Dus, maar ik ga kijken hoe ik het ga oplossen, want ik heb al €24,90 bijeen kunnen sparen op Steam. Dus dat betekent dat ik dan nog... Even kijken... Ik ga zo'n rekenmachine erbij pakken. Hè. Rekenmachine. Dus €31,96. Eurocentjes min €24,90 is nog €7,06 moet ik zien bijeen te krijgen. En dan kan ik dat al die episodes allemaal gratis aankopen. Het gaat wel echt heel leuk zijn. Oké. Ik ben nu ook nog in een andere aan het downloaden van... Ik snap het even niet. Waar staat die dan, die nieuwe episode? Life is Stranger 2. Life is Stranger 2, die gaan we dus dan effectief dan ook volledig proberen uit te spelen. Dat is dus een storyline en hopelijk is het wel iets heel leuks ook voor uit te zenden, ook op mijn kanaal. Jullie mogen dan ook beslissen hoe de verdere gang gaat met de storyline. Want
Ik heb altijd gezien dat je ook twee keuzes kunt maken. En dan laat ik door de chat dan de keuzes dan zelf ook bepalen. Voilà. Ik ga nu slapen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Tot straks. Yo. Hallo kijkers, jullie zien het. Ik heb een vlieuwvestje aan. Ik heb mijn harnas aan. Ik ga nu nog een nacht-ochtendwandeling maken. Ik kan niet slapen, dus ik ga even mijn gedachten eens verzetten. Ik heb een wandelroute van 10 kilometer uitgestippeld rondom hier in Alken. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. Ik ga er een timeslide van maken. Ik ga ook op heel veel donkere plaatsen terechtkomen. Maar dat zien we nog wel. Goed, jojo, het is veel kijkplezier. En ik heb ook mijn kabel bij voor als ik zonder batterij moest vallen. Ik ben ziek kapot gewandeld. Ik ga nu nog die bestanden op mijn computer gooien. En dan kan ik eens eindelijk gaan slapen. Misschien echt nu heel goed. Ik heb fucking al 6, zoveel kilometers gewandeld. Hier zie je het resultaat. Voilà. Ik weet dat je de beelden niet zo goed zagen, maar ik wil gewoon daarbij aantonen dat ik wel heb gewandeld en dat ik wel zo'n echt een hele lange wandeling heb gedaan. Dat ik niet heb gelogen over de nachtwandeling. Hoehoe. Voilà, het is nu 5 uur 's morgens vroeg. Allee, salukes. Jojojo. Zeg, normaal zeg ik nu hallo kijkers en welkom hier op een gloednieuwe vlog. Maar nee, mijn vlog is al begonnen. Van deze nacht. Oh mannetjes. Het is een korte nacht geweest. Ik ga zo meteen terug weer al de wandeltocht inzetten. Weer met de GoPro. Nu is het overdag. Dus ik hoop dat die beelden dan ietsjes beter zijn dan de nacht. Dus we gaan dat ook weer al uittesten. Laten we eens kijken hoe ik het moet aandoen. Niet, dat ik het niet fout aan doet. Voilà. Zo. Ja, zo. Die hierdoor, die hierdoor. Oh ja, ik moet nog een. Ik heb nog een jas aan. Nee, ik heb geen jas aan. Nee. Het is nog warm genoeg buiten. Voilà. Aan. Dan nog mijn schoentjes aandoen. Dan ga ik ook nog even gewoon naar de kleine kamer toe. En dan ga ik straks ervan vertrekken. Om opnieuw een klein wandeltochtje te maken van hieruit naar de OCMW en dan van de OCMW terug naar hier toe. Ik ben moe. En echt moe. Dus ik ga nu even naar de kleine kamer toe. En dan zal ik zeggen, veel kijkplezier weer met een timeslap. Zo kijkers, ik ben nu hier op OCMW aangekomen. Hoho. Mijn tweede wandeling al vandaag, hè, mensen. Ik doe het toch goed met mijn beweging nu. Bewegen, 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 zeg ik altijd. Dus daar ben ik mee bezig. Nu even een private gesprekje bij de OCMW.
En dan kan ik terugwandelen richting mijn thuis toe. Dus dan zal ik zeggen, veel kijkplezier weer al voor die Etuinsvlog. Zo, ik ga hier eens vertrekken hier bij de OCME toe. Het gesprek is goed verlopen en al. En nu ga ik een thuisdagje maken van OCME naar mijn thuis toe. En dan ga ik ook al rechtstreeks mijn schatkanalen. Halen. Ik zal zeggen, veel kijkplezier weer aan met de timeslap. Yo, yo, yo. Zo, hier terug op mijn appartement aangekomen, ga ik niet binnen in mijn appartement. Ik ga rechtstreeks door naar mijn wagen toe. Ik heb wel dorst. Hoi hoi! Zo mensen, ik ben nu onderweg naar mijn schatje toe. Ja, ik kwam juist op mijn buurman tegen. En ik heb er wel ook een goeie dagje tegen gezegd. Echt bezweet, ik ben kapot. En moe. Oh mannetjes, dan gaat het wel niet een lange dag zijn voor mij vandaag. Oh mannetjes. Jullie willen niet weten wat ik al heb gedaan vandaag. Een wandeltasje is gemaakt deze nacht. Een wandeltasje nu naar de OCW toe en terug. Dan, ik heb dan ook al de vlog al gedeeltelijk al in elkaar gestoken. Ja, klein beetje te hard. Klein beetje. Vijf. Ik heb dat ingesteld op 5 km per uur te hard. Dat het dan moet afgaan. Nu zit ik te traag te rijden. Oh, ik voel mijn benen bijna niet meer. Zoveel heb ik afgewandeld. Achter Van Mossel ga ik aansluiten. Mooi, de expressweg opgereden, de N80. We gaan één auto laten voorbij steken. Alassa. I know. Ik reed nog niet te hard, GPS. Ja, de GPS was aan het zeggen van, dat daar flitspalen staan voor roeilichten en speed. Dus voor snelheid. Dat staat in het Engels. Maar dan begin ik ook soms zo woorden in het Engels te zeggen. Hebben jullie dat niet? Hebben jullie dat eigenlijk niet? Mannetjes, ik ben open. Allee, ik ga jullie laten. Ik ga nog even van het muziek genieten. En nee, in deze vlog gaat er niet gezongen worden. Gaat er echt niet gezongen worden. Echt niet. Goed? Van je joe padu padé, van je joe padu padu. Of vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Tot straks allemaal. Zo, ik ga nu eens de was gaan brengen naar mijn ouders toe. Na het gesprek van Samenpunt. Ik ga jullie even zo moeten leggen. Even mijn arm zweren dat die ding nu niet toe gaat. Ja, jullie zijn nu gericht naar de lucht. Ik hoop dat jullie daar kunnen van gaan genieten. Oh, zalig. Zalig windje.
Voilà, ça. Dan ga ik de auto open doen. Alsjeblieft. Nee, film maar. Ja, nee, ik film u niet. Ja, je weet wel wat dat is. Ja. Voilà, de wasmand is door mijn allerliefste schat. Zie je, ze is wel behulpzaam. Zie je, ze is hoe behulpzaam. Ze doet zelfs met een deur open. Ja. Blijkbaar, want ik kreeg hem ook niet open. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga nu mijn was naar mijn ouders doen. Tot straks allemaal. En dan Maxi halen. Toch? Ja. Zo, net dit. Oké. Ik ga Maxi gaan halen en zijn die nu op zijn plaats gaan zetten. Zo mensen, mijn schatje is de kooi richting onze slaapkamer aan het zetten. Nu moet je wel omhelpen met die tafels langs het bed. Ja, we moeten die nu optellen en dan zetten we die daar zo. Ach, ik denk dat ik nog juist door kan. Denk je niet? Ja, maar voor het nee te zetten, geen dat niet. Nee, maar we moeten er al bij staan. Ga je Maxi halen? Ja, ik ga Maxi halen. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, yo, yo. Zo, hier bij het Carrefour aan. Carrefour, rolop. Colruyt aangekomen. Excuseer, Colruyt. Voor iets gaan te zoeken. Dan heb ik maar één stukje. Ik heb juist gekeken zo richting de kassas en die zijn redelijk goed bezet. Jee, heel goed bezet. Dan moet ik nog helemaal naar van achter gaan. Oh, dat is lekker. Hier. Hier staat dat ook niet. Dan de bakken duwen. Dan deze rij hier in moet. En dan naar de grote flessen kijken. Ah ja, dan ga ik haar ook eens verrassen. Kriek. Kijk maar dan die rode. Kriek Linde, man. Dat zal het wel zijn. Ja. Hier staat ook weer een kriek. Hier staat ook weer een kriek, wil ik zeggen, in het luid. Aha, gevonden. Nummer 1 al heel content. Nu nog nummer 2 nog content stellen. Hier staat duvel en dan staat er weer al even geen duvel. En dan een keer weer al duvel. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga nu betalen. Yo. Zo, voor de avond af te sluiten ben ik dus met mijn maatje Rummy Cup aan het spelen. Voilà. En denk er ook aan, volgende week vrijdag is het geluid van Q Music weer al. En nu van Q Music nog afgesproken. Ik ga naar het Sunset Concert ook kijken van Clouseau.
En daarna misschien nog een coast. En dan is het weer al slapenstijd. Want het is al 7:40. Amai, de tijd vliegt. Tot straks allemaal. En ik ga ook al de vlog even al afsluiten. Maar niet met copyright claim. Dus ik ga hier het beëindigen. Dames en heren, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. Voor de rest heb ik niet meer veel te vertellen. Dus dan zie ik jullie allemaal morgen terug. Yo, 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 yo.